K.O.D. let's go! Oh, wat? Sticky Fox! Oh, dagsmax! Holy shit, waarom ik heb Fox echt ziek door dagsmax! Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een gloednieuwe GTA 5 video. Vandaag gaan we lekker allemaal funny jobs doen van alles en nog wat. En vandaag beginnen we met, wat zijn het eigenlijk, hoe heet dit soort dingen ook weer, BCA's of zo? BCA's, Besta's, weet ik wel. Ja, zoiets. Het zijn in ieder geval vliegtuigjes en wij moeten Max en Mike moeten wij het leven zuur gaan maken. Helemaal homing laten. Die staan ergens boven. Dus jongens, succes ho, hè. Ho, wij hebben echt gewoon homing laten. Oh, nou, ja. Jordi heeft gelijk ooit gesloopt. Jullie hebben homingloutjes. Oké, well, that changed something. Hoe hoog staan jullie eigenlijk? Behoorlijk hoog. En echt tussen gebouwen, dus dit wordt echt hard job. Oh, I see you. Oh my days. Ho! Oh shit. Oh shit. Nou, ik ben bijna dood. Ik krijg gelijk 100 door je rokken. Spetto! Ja, we moeten hem schieten, hè. Kom hier. Komt-ie. Boom. Ja, dag. Oh, waar is die? Wat daar? Oh. Ik heb een soort van een gebouw geraakt. Ja, nou, iets wat lijkt op een gebouw. Hé, hey, Mikey, we hebben gewonnen! Oh, nou, dat ging niet echt goed. Het is tot de twee rondes, dus wie als eerste twee ronden wint, die heeft zeg maar het hele potje gewonnen. Eerste ronde ging niet bepaald lekker, maar het is ook wel lastig omdat ze RPG's hebben. Dat maakt het wel... Wat is er daar? Ja. Dat maakt het wel lastig. Dus, dus goed, we gaan nu een nieuwe ronde doen. Nu zijn Jordi en ik degene. Dat was echt heel random. Die homing lounges hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Jordi, hopelijk knallen we ze gelijk eventjes door een pegel. En dan is het gewoon snel afgelopen. Dan gaan we die tweede ronde, dan maken we ze gewoon kapot, oké? Okay? Of de derde ronde is het dan in principe al weer. Homing lounges, yes. Dit is gewoon een ding, right? Echt gewoon echt niet gewoon. Ja, dat ding is wel bagger hoor. En ik heb hun niet eens gezien, knaki. Ik wist niet waar ze waren. Puur naadje dat ding hoor. Oké, ik weet waar ze vandaan komen, Jordi. You know it as well. Wat zijn niet eens Hydra's? Nee, het zijn zeker geen Hydra's. Het kom zijn echt, al, ik kan niet wachten. Een soort van poepdingen of zo. Nou, ik vind ze echt niet fijn vliegen. Komen ze aan, komen ze aan. Yes! Oh, iemand vliegt tegen de gebouw! Oh! Ja, daar ging Mike! Oké, pak hem aan die Max, pak hem aan! Oh, hij is eruit gesprongen, Oh, het is like a walnut! Let's go! Wat de heck! Laat hem, Max! Ik vond het wel een good try, ik vond het serieus best wel een goede try. Hij dacht gewoon van fuck you, nou, hij valt in mijn shit. En hij sprong er gewoon uit, die batser. En die dacht gewoon van, nou, ik ga je zo lekker aanpakken. But no, Max, no. Ain't gonna happen, no. Because we will destroy you. Oké, Jordi. Ja. Wij zijn nu, het is nu weer aan ons, hè, met het vliegtuig. Ja, dat komt goed. En ik heb een idee, joh. Ik krijg niet met mijn shit. Heb je een idee? Ja, we gaan er ook uit. Ja, ja. We moeten sowieso allebei een andere kant op. Want als wij vanaf dezelfde kant aankomen vliegen, één kan de work. Dus we moeten zeg maar gaan twijfelen wie gaan we focussen. Dat is wat we willen. Zodat ik word bijvoorbeeld gewoon kaart gefocust. Het is een beetje dom om de strategie te spreken terwijl ze hetzelfde kanaal zijn. Maar kan dus ze moeten jou zeg maar focussen. En dan ga ik ze gewoon vanaf achter echt gewoon keihard in hun... Je snapt wel, hè? Je weet wat ik bedoel. Ja, gewoon keihard in hun rug pakken, zeg maar. Mag ze een beetje zeggen. Waar zijn ze? Nee! Get over here! Ik heb echt! Lekker, Jordi! Ik ben ook dood. Maar ik ben ook dood. Kom, Mike. Ik geloof in jou. Ja, ik Mike, die lokt me. Shit, oké, Jordi, we hebben nog best wel wat tijd. We hoeven niet zo snel gehaast dit te fixen, oké? Okay? We gaan het gewoon even rustig aanpakken, you know? Ja, gewoon even kijken. Het is alleen Mike nog. Ten eerste, Jordi, klap je wieltjes eens in, want daardoor vlieg je al een stuk chiller met het apparaat. Oh ja, dat weet ik, maar ik ben al dood. Oh, je bent al dead? Ja, maar Bal moet ook. Nou, hij zei, deze was suicide mission op mij. Oh. Toen hij mij pakte was het... Hey, man, ik vind het echt lastig, hè. Ik word er ook helemaal misselijk van. Ja, deze deze rambam. Echt. Oké, komt hij, hè. De Turn of Dreams. Ik kom je halen. Mike. Vlieg tegen de maan. Oh. 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 Oké,
Oké, rondje van de zaak. Hij haalt zijn haken allebei. Ho, ho, ho! Oh shit. Oké, ik was op zich in de buurt, oké? Nu, dit wordt hem. Get ready. Waar is die? Get ready. Daar is mijn Fasten your seatbelt. Zo shit. Dit vind ik zo leuk. Ziet hij me nu? Oh shit, hij ziet me gewoon. Oh shit. Oh shit. Ah, mijn. Ja, zo had ik Max. Ik raakte hem met mijn vleugel. Oh shit. Zo. Oh mijn god. Ja. Hij komt rechts op mij. Wat ben jij? Ik vind het echt niet leuk, ik vind het echt niet leuk. Pak hem! Oké, Jordi komt-ie. Oké? I'm doing this for the team. I'm doing this for the team. Nee, ik raak hem toch niet. Ik heb heel de map uit. Oh, je hebt een kleine man! Zo, dat is jammer! Wat een dodge. Oké, dit wordt hem jongens, dit wordt hem. The suicidal mission. The suicidal mission. Mike, pas op. Waar is hij? Rechts. Dit is zo lastig. Dat platformpje zat tussen drie van die gebouwen in. Ja, klopt. Helemaal knaak dit. Dit was echt leuk. Maar goed, oké. GG Easy. Team Max en Mike hebben goed gespeeld. Maar we gaan nu uiteraard weer een nieuwe job doen. Wie weet. Jordi en ik ze daarin eventjes. Dus we zien je zo terug bij een nieuwe job. Tot zo. Alright, welkom bij weer een nieuwe job. Dit keer is het stunt bikes dinges. Nog wat. Van die motortjes tegen RPG. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat verlopen. Wow, ik zie ook verhuizen heel veel dinges. Wat? Doet hij niet? Nee. Ligt niks op de grond. Oh nee. Een beetje jammer dat er niks ligt. Brain fart. Ja, precies. Echt, het is een brain fart. We hebben gewoon helemaal geen wapen. Ja, we hebben helemaal niks gekregen om jullie mee te killen. Dat is echt. Letterlijk alleen maar. Mike, ze liggen! Oké, Jordi, let's go! Oh, wat? Sticky fuck! Oh, dag, Max! Holy shit! Ik heb Max echt secret aangepakt. Waarom Sticky Bombs? Ik heb Max echt keihard. Ik val van mijn motor af! Ik val van mijn motor af! Nee! Was mijn motor? Waarom Stinkybond? I don't know. Wat vond ze leuk? Waarom staat die buis hier? Dat vind ik pas kansloos. Ja, daar kan je doorheen. Ja, joh. Maar wat heb je eraan? Nou, je kan daar overheen. Je kan daar oprijden. Mike! Oh, wat een ziek schot! Zo! Oh, wat een ziek schot! Achter je! Oh, wat een ziek schot! Jordi, gooi een Stinkybond op platform en pak hem. Gooi een Stinkybond op platform. Doe het. Ja, voor de mannen. Ja. Je moet Stinkybombje in je hand nemen, dan gooi je hem daar op het platform tijdens dat je aan het vliegen bent en dan laat je hem gelijk afgaan. Zo heb ik Max. Wat is dit dan? Ja, jij kan gewoon niet rijden, dat is waar het neerkomt. Ja, wel, maar ik kom ga op, Jordi. Ik heb het volste vertrouwen in je. Alle kijkers kijken mee hoe jij dit gaat doen. Oké, ik probeer je echt geen druk op te leggen hoor, echt totaal niet. Alleen nu nog Stinky. Dat is een beetje vee, Jordi. Oh, fuck. Jordi, je moet die schuine pakken, die recht heeft geen zin. Dus die je net probeerde. Ja. Schouder. Oh! Oh! Hij ging door de. Je gaat veel te hard, Jordi. Echt veel te hard. Kom op, ja, man. Ja, dat is moeilijk hoor, dit. Ja, nou, dat valt wel mee. Ik deed first try. Toen maaide ik Max er vanaf. First try, jij letterlijk. Vast. Gewoon zachter rijden. Juist, nu is die voor jou. Ja! Yes! Lekker, Jordi. Lekker, dat was een hele mooie. Precies op die manier had ik Max ook de grazen genomen. Heerlijk. Alright. Nu is het aan Jordi en ik de taak om met RPG's die andere mofo's van de motortjes af te maaien. En ik wil Mike eens eventjes terugpakken, want die had zo... Die gaf me er eentje goed in mijn knijter, niet normaal. Ik dacht van nou, dan kom ik even aanrijden en gaan. En toen een seconde later, boom. Toen was ik gewoon weg. Die was echt perfect geschoten. Ik kan gewoon niet anders zeggen, maar dat deed je gewoon echt heel erg netjes. Nice job, man. Alright, hey Jordi. Ik zou zeggen, pak de RPG en maai ze kapot. Meer heb ik niet te zeggen. Oh, sowieso niet bij elkaar gaan staan. Want één Sticky Bomb is genoeg om ons allebei omver te maaien. Alright. Dus jij hebt zeg maar de rechterkant. Ik heb zeg maar de linkerkant. Oh, Mike niet bij. Let's do it. Ops, kom maar op ons af. Daar komen ze aan. De mofo's op hun motortjes. Komt u meer. Oh shit, ze rijden. Oh, oh nice! Waarom ben ik nu al dood? Ik heb pak. Oh, doe je maar eens! Ja!
zo, dat ging echt wel heel erg snel. Dus ik denk, to be honest, dat we deze gewoon nog een keertje gaan doen. En dan nog twee rondes. Dus dat ze even de revanche kunnen pakken op dit mapje. Want deze is wel echt heel erg leuk. Heel erg keinig. Dus jullie zo terug bij dezelfde job. Maar dan gewoon weer 0-0. Tot zo. Alright, zijn we weer. Zelfde mappie. Enige verschil is dat het nu 0-0 staat. 1-1 in totaal in games. Dus we staan nu zeg maar 1-1 gelijk. Want ik ben uiteraard weer met Jordi. Het is vandaag team Jordi en Roy versus Max en Mikey. We gaan ze helemaal kapot maken. Team MM. Nu gaan wij weer. Ja, ja, ik zat ook te denken. Team MM inderdaad. Oké, jongens. Ik zou zeggen berg je maar. Want ik ben echt in staat om jullie helemaal kaduuk te maken. Ik ben dood. Hoe? Volgens mij kwam die RPG echt 10 meter achter me ofzo. Nee, hij kwam onder de rem kwam hij. Ja, wat een bullshit. Dit is vals spelen. Dit is vals spelen. Hij heeft homing launchers. Vals spelen, man. Nee, oké, dit is goed. Nou, ze hebben het gewoon goed gedaan, I guess. Dus wij krijgen nu weer de RPG'tjes in onze handen geschoven. Dus Jordi, als wij ze nou gewoon eventjes aanpakken, is het gewoon 1-1. En dan spelen we zo meteen de winning ronde. Dan mogen we weer met die sticky boys. Dan moeten we gewoon even een beter plan maken. Beginnen we al? Ja, we gaan inderdaad. RPG's pakken, gewoon weer opsplitsen en gaan. Ja, alright. Let's do this, Jordi. Ik pak wel weer links, jij pakt rechts. Helemaal mooi. Oké. Kunnen we komen bij die... Nee, die motortjes staan net te ver. Dat is wel ja, kijk, klopt. Dat is wel... Ik probeer het ook al. Ja, dat gaat niet meer lukken, hoor. Dat is echt te ver. Wie gaat daar helemaal naar rechts naartoe? Oh shit, wat doe ik dan? Zo, wat doet Mike dan? Nou, doei Mike. Ik mis. Oh. Hey, Mikey! Ja, die heb ik! Niet! Oh! Oh, wat ziek! jij teleportte bij mij weg! Wat is dit nou? Gotcha, bitch! Ik schoon mijn RPG vol op jouw ramp en jij ging gewoon niet dood. Ik snap hier echt helemaal niks van. Ja, you're fucked, Jordi. You're fucked. Ja, you're yes, fucked. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit ging echt weer zo snel. Oké, laten we het zien als dat het nu in deze job 1-1 staat. Dus dan gaan we nu de winnende speler voor deze job. En daarna gaan we gewoon weer een andere job doen, oké? Okay? Deze duurt toch niet zo lang, dus dat kan makkelijk. Zie je zo terug, precies weer bij dezelfde job. Tot zo. Nou, gaan we weer. Laatste keer dus op dit mappie om dus te beslissen wie nou deze map king is. Want Jordi heeft dus de eerste keer deze map gewonnen. Tweede keer heeft het team van Max en Mike gewonnen. En ja, nu gaan wij natuurlijk winnen. Dat lijkt me natuurlijk wel een beetje obvious. Dus jongens, ik wil in ieder geval wel heel erg veel succes wensen. Nou, ik heb geen sticky box. En mogen de beste winnen, oké? Okay? Mogen de beste winnen. Ik bedoel, laten we winnen. Ik heb geen sticky box gepakt. Nou, dat is echt heel slim inderdaad. Dan ga ik ook maar gewoon zo ver mogelijk bij ze uit de buurt blijven. Anders weet ik wel weer hoe het geintje gaat. Ik ga ze alleen maar op. Dit was precies wat ik bedoelde. Dit was precies het geintje dat ik bedoelde. Hier, dit is exact wat ik bedoelde. Want ik was nu in mijn eentje, dus ze ging alleen maar op mij focussen. Wat is dit vreselijk. Echt, dit is zo vreselijk. Nou Jordi, je bent weer in je eentje jongen. Succes! Ongelooflijk. Ja, je hebt het ook. Ja. Oké, nou nu moeten wij het weer doen. Nu moeten wij het weer doen. Jeetje man, dit gaat echt heel erg slecht zo. Dit gaat echt heel erg slecht. Oké, Jordi, we moeten echt onze game upsteppen, man. Want dit gaat anders helemaal de verkeerde kant op met deze jobs vandaag. Oké, come on. Deze wordt van ons. Oké, deze wordt echt van ons. Wij hebben nu de RPG. Wij kunnen beslissen wanneer zij op dat platform komen, dus we moeten dit gewoon tactisch en slim aanpakken, oké? Okay? Dat is wel leuk. Je zei gewoon, ik ga anders. Ja, ik wist dat toch ging gebeuren, ik wist het al, want jullie gingen met z'n tweeën op mij focussen, zo moeilijk was het niet. Ja, Jordi was, het niet. Ja, Jordi die was te bout om sticky moms te pakken, dus ik stond daar. En ik heb niks gekregen. Ik had echt zoiets van, nou, gaan we al. Dus het was niet echt fijn, zeg maar. Let's go, man. Nou, wie had ik daar al bijna? Ja, mij. Mij. Oh shit. Oké, daar hebben we Mike. Gaat ze zo onderaan hier. Max, die komt achter. Waar is Max? Komt achter ons. Oh shit. Lekker. Nee! Hij ligt op de grond, hij ligt dood. Yes, ja, Jordi, pak hem. Ja, je moet er nog één, je moet Mikey ik nog. Ik was gefocust op jou, dat film. Oh shit. Oh, heb je hem?
Nee, shit. Oké. In naar rechts, in naar rechts! Oh, bezig. Oh shit, jongens, wat is dit lastig! Daar komt hij, komt hij. Veel te hard. Oh, hij gaat veel te hard. Ja, bij de landing moet je hem hebben. Oh, jammer. Zal bij die boog maken, Mikey. Ja, dat was hem. Je hoorde het aan de dubbele explosie. Ja. De eerste was van die RPG, van de impact. En de tweede was dat die motor kapot ging. Holy shit, oké, nu wil ik serieus echt winnen. Hè. Dit is de winnende ronde. Ja, dit is de winnende inderdaad. Oké, Jordi. Pak sticky bombs, ja? En we gaan samen rijden. Ja. Laat ze kiezen, want zij moeten kiezen. Ja, gaan we bij elkaar achterop? Oké, nee, dat gaan we niet doen. Twee vliegen. Alright, come on. Nou, heb ik ze al? Come on, we got this. Come on, bro, we got this. Oké, Jordi, jij gaat voorop. Ik ga achterop. Alright. Sacrifice. Nou, pak de. Sacrifice. Jij bent de sacrifice. Oké. I offer myself. Jordi, there we go. We are going. Oh shit. Zo, ik werd al bijna kapot gemaakt. Boom. Oh. Oh, ik had Jordi midden. Je hebt mijn midden, hè? Nee. Ja! Ik heb ze gedubbelkilled! Yes! Let's go! Yes! Ik maakte zo erg gebruik van het moment dat Jordi naar beneden was getiefd of uit de lucht was geschoten. Want daardoor stonden ze met z'n tweeën bij elkaar. Eén stukje boom! En zwaar gewonnen. Let's go! Ja! Marta going wild. Oh, ik ben nu serieus zo blij mee. Dat Jordi wel, man. Yes. We hebben 2-1 gewonnen in die jobs. Dus we gaan nu een nieuw jobje doen. Ik ben echt meer dan tevreden. Let's go. Alright, we zitten weer op een nieuwe job. En het is, volgens mij moet je een parcoursje afleggen. Je hebt zeg maar een team die moet een parcours afleggen. En het andere team moet ze er proberen vanaf te beuken met auto's. En nu zijn wij degene die ze er vanaf moeten beuken met auto's. Dus jongens. Oh, daar gaan ze al gelijk. Ga ervoor. Beuk ze er vanaf. Wat? Ik ben er gewoon afgevallen! Oh, yeah. Kennen jullie dat niet? Dat zijn van die elektrocutatie-dingetjes. Heb je dat nog nooit gehoord? Wie steekt de middelvinger nou op? Got it! Hey jongens, dat zijn van die dingen, daar moet je rustig doorheen, want die elektrocuteren je en dan ga je gewoon in één keer dood. Oh, dat, ja. Ben ik wat een pannenkoeken, jongen. Wat een pannenkoeken. Oké, maar jongens, dan weten jullie dat. En Jordi, dan weet jij dat ook. We komen zo meteen bij die elektrocutatie dingetjes. En dan moet je niet tegenaan botsen, want dan word je geëlektrocuteerd. En dan val je naar beneden op je paasei en dan ben je dood. Oh, that's not what you want, alright? Not what you want. Hey, nu zijn wij dus de runners, hè Jordi? Ja, dus, we gaan wel. Let's do this, man. Oké, ik ga wel voorop, ja? Ik leid dit wel. Komt-ie. Oké, open de bankjes. Lalalala. Zo, waar ga ik die dan heen? Oh, nee! Ik ben er volledig gevallen. Rustig, Jordi. Ja! Oké, nu moet je rennen! Als je dat stuk hebt gehad, moet je echt gaan! Oh! Oh shit! Nee! Waar is die mic? Wat? Oh! Rennen, Jordi, rennen! Nee! Oh mijn god! Oh mijn god! Ik klim over die bank en ik val naar beneden. Wat is dit? Ik ben hier veilig nog even. Oh mijn god, mijn mannetje is echt een freaking halve garen of zo. Want die. Oh mijn god. Ja, daar ga ik! Ik klim over die bank. Oké, Jordi, doe het gewoon. First try. Hoppa, je maakt het helemaal. Je doet het, man. Oh, Jordi, first try it. First try it, Jordi, first try it. Keep going, Jordi. Oh shit. Nee, oh ja, keep going. Bats. Oh. Ja, hij heeft het gered. Nee. Jordi, maak ze kapot. Jordi, maak ze kapot. It's time to destroy them. Oh yes. Ik raakte hem zo helemaal bij mij komen, zeg. Jezus. Ik raakte hem ook, hoor. Maak ze kapot. Ja, jullie raakten ze allebei, maar niet hard genoeg. Hij kon gewoon weer opstaan. Dus ja, nou is hij gewoon nog alive. En sterker nog, he's out there to destroy you. Nou. Oké, Jordi, maak ze kapot. Oh. Jordi, weet toch gewoon hoe je in de Hydra moet vliegen, hè? Nee. Ja, oh. Nee, nee. Weet je wel hoe je rokjes moet gebruiken? Ja, met A. Max, wegwezen. Oh! Oké, nou, Jordi, schiet ze eens kapot. Want, ja, dat was die kussen die zien. Hoe
ga ik naar beneden? Nee. Hoe richt ik naar beneden? Hey, hey, hey. Je moet het pijltje naar rechts doen op je D-pads. Dan ga je kaart naar voren, dus pas op. Ik waarschuw je. Oh! Oh, pas op, gast! Ja! 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 Vinden we? Hebben we gewonnen? Je hebt een je hebt iets. Yay! Max kapot. Ja, shit. Mike, als je nu naar beneden rijdt, dan win je, gast. Ja, nou, Mike heeft gewonnen. Nee, dat is een joke. Dat is een joke. Ja, of course was het een joke. Of course. Nee. What? Round loser. Tegelijk! Draw. Het was een draw. Echt? Ja. Oh, het was een draw. Oh, thank god. Ja. Oh, je tuinde gewoon in mijn geintje. Die Mike, die tuinde gewoon in mijn grapje. Dat is wel echt fantastisch. Oh. Ik ga niet meer in die F16, dat ga ik niet meer doen. Nee, zo, inderdaad. Dat gaat weer al helemaal 10 keer fout. Heb ik nog nooit gedaan. Ik dacht dat ik daar slecht mee was, maar zo. Ja, ik heb nog nooit gedaan. Hey Jordi. Zorg ervoor dat ze niet voorbij dat punt komen waar ze geëlektrocuteerd kunnen worden. Want daar moet je heel voorzichtig doorheen gaan. Dus we wachten wel dat ze daar naartoe moeten. Ja, en dan pakken we ze aan. Wat is er, Max? Waar ben jij naartoe? Ik ben niet. Max, wat doe je? What the fuck? Wat gebeurt er? Wow. Huh? Ik kan een auto pakken. Nee. Kijk, doei mij. Hij heeft niet eens de kans, hè? Ik heb een auto. Hoe de fuck, Max? Zo. Oh mijn god. Wat is dit? Ik pak hem even. Jordi, we moeten hem inboxen, denk ik. Oh ja, politieproefje. Oh my fuck. Ja, ik heb Max wel. Ja, nou hier is die stinkert. Hé, jij moet gewoon je auto uit vals spelen. Jij mag helemaal niet in een auto. Dat is gewoon vet cheaten. Jij bent gewoon een fucking runner. Ik wil er echt op in. Ja. Dat begrijp ik. Hoe vloog jij zo hoog trouwens? Nee, ik weet niet. Het gebeurde gewoon. Spring weer naar de ingang. Fuck, gast. En erger nog, hoe overleef jij die val? Ik land op. Hacker? Ja, hij pakt die arm. Ja, hé, en nou ga je gewoon uit je auto. Dit duurt me veel te lang. Daaruit. Ik ga weer aan het begin. Ja, hop, daaruit. Met je auto, wat doe je nou? Ja, dat lukt hem toch niet, want dat is gewoon onmogelijk. Oh ja, dat kan. Oh, die flikte er wel eens nog vanaf. Nee! Oh ja, nou als je nou naar beneden bent gevallen, heb je gewoon een probleem. Dan stap je maar gewoon uit. Dan is het helaas. Oké, hij gaat voor de run. Oké, chicken run! He is going! Vecht me dan! Ja, lekker! Dus het gewoon hit and run! Wie was eerst de dood maakt, Jordi? Kom dan! Alsjeblieft, hoppa, is dat wel de derde ronde die we hebben gewonnen? Ik ben het gewoon de lucht. Dit is de derde ronde toch? Ja, gast, what the fuck? We hebben nog één ronde. Oh nee, net, laat maar, we hadden een tie, weet je nog? Wat een draw, whatever. Dus het staat nu 2-0 voor ons. En het gaat tot de vier. Dus wie als eerste vier rondes heeft gewonnen, die wint zeg maar het hele potje. Dus het wordt nog spannend. Als we, ja, als een beetje de game geüpstept wordt. Want er gebeuren rare dingen. Mensen vliegen 100 meter de lucht in. En er gebeuren allemaal rare fratsen. Ja, ik zag jou vliegen, Max. Ja, ik zag je de lucht in gaan. En toen zag ik gewoon niet meer. Keek omhoog en zag je gewoon niet. Ik weet niet waar je naartoe vloog, hoor, gast. Maar dat is echt niet gezond. Ik wou omhoog glimmen. En één keer 100 meter lucht. Pas op, want je gaat gelijk vol nu al. Ja, nou, kom maar. Wow! Zo! Ga ervoor, snel! Mag Mike, wacht. Wacht vanaf de andere kant, Wacht dat ik boven ben. Ik ga rennen! Go! No! I survived! I survived! Ik lig op mijn dak. Hey Roy, jij mag ook niet een auto even snel pakken, hè? Nee, ik ben er afgevallen, Gim! Jij hebt mazzel. Jij hebt echt mazzel. Waar moet ik heen? Ja nee, Max, ik mag ook een try om op dat platform te komen. Ja, okay, ik mag ook een try. Drie keer proberen. Ja. Ik ga ook proberen. Hoe deed je dat? Want één in de één keer... Oh. Lukt het bijna. Oh. Hoe deed je dat? Je deed via de zijkant zo, hè? Je moet daar dan. Oh.
Oh, nou, well, that executed how perfectly. Ja, via de andere kant. Oké, jongens, ik ga dit doen, Jordi. Ik doe dit voor het team, oké? Ik doe dit voor ons. Voor gewoon de Royal Army, oké? Ik doe het voor hen. Voor de mannen. Oké, komt ie, voor de mannen. Oh, ja, nee, ja, nee. Oh. Oké. Max, hoe ben jij? Nog twee keer, hè? Ja, nog twee keer. Hey, nog één keer, wat is het nou? Hey, nee, jij kan niet rekenen. Nog twee keer. Wat is dit nou? Spelen. Kanti. Ja, wat is dat dan? Wat was dit? Dat was een buikschuiver. Ja, wacht. Oké, laatste keer, jongens. Beloofd. Laatste keer. Belang. Ja, dat was gewoon een buikschuiver, weet je. Dat is gewoon niet. Ja, dat is gewoon niet leuk, joh. Kijk, Kanti, hè? Kanti. Wordt 100%. For sure. Ja! Oké, nou, I'm dead. Kan je leven nog? Ja, een soort van. Denk ik. Kom in. Holy shit, het ging allemaal fout door het beukje van Max, want ik leefde wel nog. Maar ik leefde eigenlijk ook weer niet, zeg maar. Ik had er niks aan, want ik was van een platformpje af en hoe je er dan weer opkomt. Het is echt helemaal kut om er weer op te komen, dus je moet er gewoon niet vanaf vallen, oké? Okay? Dat is gewoon wel echt heel belangrijk. Ik geloof dat ik nu niet heel raar hoop. Misschien een beetje een obvious tip, maar dacht ik zeg maar even, hè. Alright, Jordi. Ja. Het is ons weer de taak om ze er eventjes vanaf te beuken. Nogmaals, de tactiek. Daar staat een elektrocutatie dingetje en dat is heel vreselijk. Dat ding is echt heel, heel vreselijk. Daar moeten ze ook echt heel sloompjes doorheen. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat ze daar niet voorbij komen, alright? Dus we wachten ze gewoon op. Oké, Jordi die heeft Max al echt even een hele goede beuk gegeven. Dan geef ik het. Oh mijn god! Is hij vanaf gevallen? Nee! Yes, Max is dood, Max is dood. Oké, volgens mij Mike ook. Ja, Mike is ook dood. Nou! Hey! Zo, moet je dus matchwinner! Ja, we hadden wel gewonnen die ene ronde, Jordi. Nee, ik had hem op 4 ingesteld, dus we hadden blijkbaar wel die ene ronde gewonnen. Maar goed, dat betekent dat wij over het algemeen deze hele video gewoon hebben gewonnen. Want wij hebben de meeste potjes gewonnen, volgens mij hebben we met... 3-2. Ja, 3-2, volgens mij ja. 3-2 hebben wij gewonnen in totaal in potjes, dus ik ben er super blij mee. En daarmee wil ik dan ook de video afsluiten. Hopelijk hebben jullie de beste kijkers er allemaal van genoten. Dus ja, smash dan even die blauwe duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Verder kun je me volgen op Instagram, Twitter, Snapchat en Facebook. Check ook Max's kanaal, die staat in de beschrijving. En dan checken jullie uiteraard weer bij de volgende video. Laters!